Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er ligt een lage drukgebied op de Noordzee. En dat lage drukgebied zorgt voor een noordelijke stroming vanaf de Noordzee met koudere lucht. En dat betekent dat er regelmatig buien onze kant op komen. De radar laat dat ook goed zien met de neerslag van rond het middaguur en het begin van de middag de meeste buien in de noordelijke helft van het land en bij die buien komt ook af en toe hagel of een klap onweer voor. Dan zullen we zien dat vanavond de buiigheid in het binnenland langzaam wat begint te verdwijnen. Het wordt zelfs op de meeste plaatsen droog. In de kustgebieden blijft wel een enkele bui mogelijk. Vanavond de temperaturen dalend naar 3 graden. In de nacht gaat het kwik verder omlaag. Landinwaarts is het overwegend droog met opklaringen. In de kustgebieden kan een enkele bui vallen. Daar hebben we temperaturen boven het vriespunt. Maar in het binnenland op een enkele plek rond of zelfs iets onder nul. Er kan ook een mistbank ontstaan. En deze combinatie leidt op sommige plaatsen tot lokale gladheid. Morgenochtend is dat wel verdwenen, hoewel lokale gladheid wel mogelijk blijft. Want er blijft een winterse bui mogelijk. Lokaal dus wat hagel, misschien zelfs al onweer daarbij. En als die hagel even blijft liggen, ja, dan is het logischerwijs tijdelijk wat aan de gladde kant. Maar allemaal wel tijdelijk, want buiten de buien om is het gewoon 5 tot 7 graden. En zal eventueel winterse neerslag gewoon snel wegsmelten. Dan gaan we naar... De dagen die volgen, dan hebben we te maken op donderdag met nog wat koudere lucht, net als op vrijdag. Maar donderdag vallen er regelmatig buien. Die buien kunnen ook natte sneeuw brengen, hagel en onweer blijven mogelijk. Tussen de buien door af en toe een klein beetje zon. Maar duidelijk de slechtste dag van deze periode. Want vrijdag is het op veel plaatsen droog. Misschien in het noordwesten nog een enkele winterse bui. Maar verder regelmatig zon, geen neerslag meer. Maar wel lage temperaturen. Vrijdag is het 3 tot 5 graden. Ook zaterdag hebben we deze temperaturen. Met later op de dag meer bewolkingen van het westen uit toenemende kans op neerslag. Die neerslag luidt dan weer een wat zachtere periode in. En misschien dat er in eerste instantie nog nog wat lichte natte sneeuw valt. En aan de kansen op winterweer zien we het goed terug. Zaterdag is nog een koude dag. In ieder geval met temperaturen onder het vriespunt in de nacht. Uh, overdag overigens liggen die temperaturen gewoon boven nul. En we zien de kansen op vorst op de maandag, eigenlijk ook al op de zondag. En de dagen van begin volgende week duidelijk afnemen. Wat er in de periode daarna gaat gebeuren is zeer onzeker. We zien weliswaar een kans van zo'n 30% op temperaturen van uh, uh, onder het vriespunt in de nacht ontstaan. Maar daar staat tegenover dat er uh, ook temperaturen zijn in de nacht dik boven de 5 graden. Onzekerheid troeft dus. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl